Wow, je bent echt 1%. Niemand wil weten waar ik vandaan kom. Ja, nou ja, oké. Wat vind je ervan? Hoppa, in de pocket. Hoi, ik ben Emilia en welkom bij weer een nieuwe video. Ik was totaal niet van plan om deze video nu al te gaan opnemen. Ik wilde eigenlijk mijn roddelvideo opnemen. Ik denk dat die ietsjes later komt, want ik heb net een mailtje gekregen dat mijn DNA-resultaten binnen zijn. Voor degenen die het niet wisten, ik had voor een verjaardag van mijn ouders een DNA-test gekregen. Niet om te testen of het mijn eigen ouders waren, maar om te testen waar ik vandaan kom. Ik heb het nu binnen, ik ga het dus bekijken op het scherm. Ik neem het later op mijn telefoon met de schermrecorder op, zodat jullie mee kunnen kijken met wat ik te zien kreeg. In ieder geval, ik neem jullie mee in mijn reactie. Ik heb hier echt heel erg lang op gewacht. Oké, bekijk de DNA-resultaten. Ik ben echt een beetje bang of zo. Klaar om uw etniciteit te onderzoeken. Julia, u bent 44,7% Noord- en West-Europees. Dat is niet heel raar. 29% Engels. Ik wil echt dat iets leuks uitkomt. 26,3% Scandinavisch. Dat was het? Ik had echt gehoopt op een soort van... Wow, je bent echt 1% Afrikaans of zo. Oké. Dit is best wel anticlimax eigenlijk. Ja, ik ben gewoon 100% Noord- en West-Europees. Nou, sorry. Ik had echt gehoopt op iets. Oké, maar dit wil ik even. Oké. Ik ben een Zweeds, Noorweegs, Noors, weet niet. Engeland, Nederland, Duitsland, want dat had ik al wel verwacht. België, Frankrijk en een beetje Zwitserland. Ik ben echt gewoon fucking blank eigenlijk ook. Ja. Echt stom. Ik had gewoon heel erg gehoopt op iets exotisch of zo. Het punt is, kijk, als je naar mij kijkt, denk je, yo, what the fuck, lol, je bent gewoon helemaal Nederlands. Maar mijn vader, die heeft echt vol zwart haar en bruine ogen. En mijn broer heeft ook zwart haar. En tenminste, zo donkerbruin denk ik dat het zwart lijkt, maar mijn pa heeft wel echt zwart haar. En mijn oma heeft ook best wel donkere ogen. En die hele familie aan die kant, daarvan zou je kunnen zeggen van, er zit misschien iets in. En ik... Er zijn wel eens mensen die dat hebben gezegd of zo. Van goh, misschien zijn jullie Spaans of Italiaans. En ik wil dat nu eindelijk een keertje weten. Maar ik ben gewoon 100% Europees. En niet eens Italiaans of Spaans. Dat is natuurlijk ook Europa. Maar het gaat. Het allerzuidelijkste wat ik ben is Frans. Dus ja. Maar ik wilde dit gewoon heel graag voor jullie opnemen. Dus ja, nu weet jullie wel waar ik vandaan kom. Ik weet wel dat mijn familie Duits is. Want dat het stomme was. Ik had toen de DNA-test opgestuurd. En toen zei mijn oma, ja, we zijn Duits. En toen dacht ik, waarschijnlijk ben ik dan totaal niks exotisch. Spaans, Italiaans, Afrikaans, weet ik veel. Kijk, jullie denken misschien nu, hoezo denk je dat je uit Afrika komt? Maar er was een YouTuber, die was totaal blank. En die had echt 2% Nigeriaans. Dat leek me leuk. Maar ik ben gewoon 44,7% Noord- en West-Europees, 29% Engels en 26,3% Scandinavisch. Ik ga mama hier even over bellen. Momenteel is dit nummer niet. Oké, ik probeer eens even mama, maar die zit waarschijnlijk op school. Dus denk niet dat het lukt, maar moet je. Dat zijn voicemail echt fucking. Niemand wil weten waar ik vandaan kom. Papa. Papa is aan het vissen. Dus ik weet niet hoe je reageren. Ja? Hoi, je zit nu in mijn video, maar ik heb mijn DNA-testen binnengekregen. En ik wilde iemand daar. Ik wilde jou of mama daarover bellen. En mama neemt niet op. Ja. Maar wil je weten waar ik vandaan kom? Nou. 44,7% Noord- en West-Europees. Ja. Nou, surprise, surprise. Ja. 29% Engels en ja. 26,3% Scandinavisch. Oké,
Scandinavisch, nou, dat is redelijk noordelijk dus allemaal. Ja, dus het ja, is echt... Spaans. Nee, het zuidelijkste wat ik ben is Frans. Ja, nou ja, oké. Okay. Wat vind je ervan? Ik vind het saai, ik vind het een anticlimax. Ja. Oké, okay, nou ja. Goed. Dus ergens, ik weet niet, ik denk dat jij het meest zuidelijke gedeelte hebt en mama meer noordelijk gedeelte. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat dat ja, zo verdeeld ja. is. Nou ja, je moet het er maar mee doen, meisje. Hè? Ja, super saai. Oké, okay. Ja. Is niet anders. Nee. Veel plezier met gisteren verder. Ja, dank je. Doei. Doei. Dit kan er niet heel veel meer van maken. Niemand neemt verder op. Misschien als ik nog iemand daarover bel dat ik nog even mijn camera aanzet. Maar ja, weet je, ik heb ook niet heel erg super deluxe topnieuws te vertellen. Ik ben Europees. Dus bedankt voor het kijken naar deze anticlimax video. Ik heb in ieder geval jullie nu, ik heb de resultaten laten zien. Ik hoop dat jullie het alsnog wel een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei. Hoi. Hey yo. Hey. Hey. Oké, wil je het weten? Ja. 44,7% Noord- en West-Europees. Noord- en West-Europees. Ja, dus dat is Nederland, België, Duitsland, Frankrijk. Hoppa, in de boeken. 29% Engels. Ja. En 26,3% Scandinavisch. Nou, zo. Echt een anticlimax. Maar het is echt stom, want ik zag het echt zo en ik dacht... Oké, het allerzuidelijkste wat ik in me heb is Frans. En dat is het. Ja. Dus ja, dat... Nou, dat was echt een... aanwinst. Ja, ik heb wel iemand met dezelfde overgroot oma... Ja? Die in Australië woont. Nou. Dat ik ben nu ook zo'n DNA-test doen eigenlijk. Ja, jij denkt dat je ook iets van Italiaans hebt of zo? Nou ja, dat zeggen ze. Ze zien er wel uit. Nee, ik heb blauwe ogen. Dus dat lijkt niet zo. Ja, oké. Okay, dat is waar. Misschien een ik combi. Ik heb alleen wel ietsjes bruiner dan jij. Dus je bent Frans en Duits. Je bent Duits. Hou op.